Het ontstaan van de Unie van Utrecht is een van de belangrijkste gebeurtenissen uit die Nederlandse opstand. En misschien wel uit de Nederlandse geschiedenis. Dus dat staat in deze video centraal. Maar we gaan bijvoorbeeld ook eens even kijken naar de pacificatie van Gent en de alteratie van Amsterdam. Het lijkt wel aardrijkskunde zo met al die plaatsnamen. Maar goed, we blijven gewoon bij geschiedenis en we gaan dus verder met die geschiedenis van die Nederlandse opstand. Nou, en tot 1576 blijft die opstand beperkt tot de gewesten Holland en Zeeland. En in die andere gewesten is er eigenlijk nauwelijks animo om deel te gaan nemen aan die opstand tegen de Spanjaarden. In 1576 zal dat gaan veranderen en dat komt door Philips II, want die voert heel veel dure oorlogs en oorlog kost een heleboel geld. En langzamerhand heeft Philips niet meer genoeg geld om al zijn huurlegers te betalen, zijn schatkist raakt leeg. En dan gaan de soldaten die zijn ingehuurd door de Spanjaarden, die gaan dan in andere gewesten dan Holland en Zeeland, bijvoorbeeld Vlaanderen en Brabant, dat zijn rijke steden, daar gaan ze de boel plunderen en op stelte zetten. En dat zorgt ervoor, die plunderingen van die Spaanse soldaten, die de bijnaam Spaanse Furie krijgt, die plunderingen die zorgen ervoor dat in 1576 de pacificatie van Gent wordt gesloten. En dat is eigenlijk een soort vredesverdrag tussen de opstandige gewesten Holland en Zeeland en de 15 andere Nederlandse gewesten. En daar beslissen zij een aantal zaken waarvan dit de drie belangrijkste zijn. Ten eerste zeggen ze nu alle 17 gewesten wij gaan samen die Spaanse troepen verjagen. Als ze zich zo misdragen door die plunderingen, door die Spaanse furie, nou, dan gaan we allemaal tegen ze vechten. Daarnaast spreekt ze ook wat zaken af over het geloof, want dat is natuurlijk wel iets wat in die hele periode toch wel heel erg belangrijk is. Want niet ieder gewest is protestants. Sterker nog, de meeste gewesten zijn katholiek en willen dat ook blijven. Dus wat wordt er afgesproken in die pacificatie van Gent? Het hoofdgeloof in Holland en Zeeland is het protestantisme, het calvinisme, maar in de andere gewesten blijft het katholieke geloof de boventoon voeren. Maar het is wel zo dat er gewetensvrijheid komt in ieder gewest. Oftewel, je mag niet meer vervolgd worden vanwege je geloof, alleen niet ieder geloof mag in het openbaar worden uitgeoefend. Dus in Holland en Zeeland mag het calvinisme in het openbaar worden uitgeoefend, maar word je niet vervolgd als je een katholiek bent. En andersom geldt dat voor die andere 15 gewesten. Wat we echter zien gebeuren in die jaren na 1576 is dat het calvinisme blijft groeien, vooral in de Vlaamse en Brabantse steden. Daar proberen calvinisten steeds vaker de macht over te nemen en dat vinden de katholieken dus helemaal niets. En uiteindelijk besluit men in de drie zuidelijke katholieke gewesten om dan maar de Unie van Atrecht op te richten, een verbond van die zuidelijke katholieke gewesten met de Spanjaarden om de calvinisten te verdrijven. Ze stappen dus eigenlijk uit die pacificatie van Gent en ze kiezen opnieuw de kant van Spanje, want ze willen graag katholiek blijven. Als reactie erop gaan de andere gewesten ook weer bij elkaar zitten. Hey, gaan wij nog wel verder tegen Spanje? Ja, dat gaan wij nog wel. En dat besluiten ze in Utrecht. En daar wordt dan de Unie van Utrecht opgericht. En dat is dus een militair verbond van de opstandige gewesten en steden tegen de Spanjaarden. Wat beslissen ze daar verder? Nou ja, in die gewesten en die steden komt dus opnieuw die gewetensvrijheid. Maar in principe is die Unie van Utrecht calvinistisch, maar katholicisme is ook toegestaan zolang men niet in de openbaarheid komt. Of de katholieken moeten daar dan in ieder geval voor betalen. Oké, Atrecht, Utrecht, klinkt misschien al verwarrend, hoe hou je ze uit elkaar? Nou ja, ten eerste, de Unie van Atrecht is eerder, want de A is ook eerder in het alfabet, dus dat is al het ezelsbruggetje. Maar hier nog even een kaartje om de zaken te verduidelijken. Hier hebben we weer die 17 Nederlandse gewesten, en dan zijn de drie zuidelijke gewesten, die grijze gebieden, dat vormt uiteindelijk de Unie van Atrecht, waarbij Luxemburg en Namen zich uiteindelijk aansluiten. En de gele gebieden, dat vormt dus de Unie van Utrecht. En je ziet dat Brabant heel lang een beetje verdeeld blijft. Er zijn steden die katholiek willen blijven, zoals Den Bosch. En ook steden die de kant van de Unie van Utrecht kiezen, zoals bijvoorbeeld Breda. Uiteindelijk zal Brabant toch vooral die kant van de Unie van Utrecht kiezen. Ja, en hier zien ze ook langzamerhand al een beetje scheidslijn ontstaan tussen de zuidelijke Nederlanden en de noordelijke Nederlanden. Die scheidslijn zal nog iets verder richting het noorden opschuiven. Maar dan hebben we dus eigenlijk gewoon de scheidslijn tussen tegenwoordige Nederland en België. En die Unie van Utrecht is daarom dus ook zo belangrijk voor de Nederlandse geschiedenis. Hier wordt eigenlijk de basis gelegd voor de latere republiek door de afspraken die ze hier maken. Maar goed, op dit kaartje ontbreekt eigenlijk een stad die ook nog in het grijs had moeten zijn, in het gewest Holland. En dat is niet zomaar een stad, dat is Amsterdam. Amsterdam is de enige Hollandse stad die in 1578 nog katholiek is. En uiteindelijk zal er een alteratie, een omwenteling plaatsvinden in Amsterdam. En dat is ook weer een goed voorbeeld van dat kenmerkend aspect over die Nederlandse opstand. Amsterdam is een grote stad, ook in die tijd al. En de opstandelingen willen heel graag dat Amsterdam zich ook aansluit bij die Nederlandse opstand tegen de Spanjaarden. Maar het katholieke stadsbestuur van Amsterdam weigert dat heel lang. En dan proberen de opstandelingen van alles om Amsterdam aan hun kant te krijgen. Zo voeren ze heel veel propaganda richting de Amsterdamse bevolking.
En er vindt zelfs in 1577 een aanval plaats van watergeuzen die proberen de stad gewoon in te nemen. Die aanval die mislukt. Want Amsterdam heeft ook haar eigen schutterij, haar eigen soldaten. En als laatste zien we dat ze dan iets gaan doen wat wel begint te werken, een zogenaamde handelsblokkade. Amsterdam raakt steeds meer geïsoleerd in dat gewest Holland, omdat zij de enige stad is die er niet bij hoort. En natuurlijk bij handel, dan moeten er producten de stad in en de stad uit. En wat de opstandelingen gaan doen, is ervoor zorgen dat er eigenlijk steeds minder producten Amsterdam in of uit kunnen. Waardoor de stad toch behoorlijk wat inkomsten verliest. De handel begint zich te verplaatsen naar andere steden. En dan beginnen ook in Amsterdam steeds meer mensen te morren. Er waren natuurlijk al Calvinisten die het stadsbestuur onder druk proberen te zetten, maar onder invloed van die handelsblokkade neemt de ontevredenheid in Amsterdam alleen maar toe. En de Calvinisten in Amsterdam die krijgen dan langzamerhand meer invloed op de schutterij, de stadssoldaten zou je kunnen zeggen. En het katholieke stadsbestuur wordt dan in 1578 gedwongen om de stad te verlaten. Ze worden zoals je hier ook ziet op een bootje gezet en ze gaan de stad uit. Ze worden niet gevangen gezet, ze worden niet gedood. Nee, die alteratie van Amsterdam, die omwenteling van Amsterdam, die vindt dus geweldloos plaats. En zonder bloedvergieten wordt Amsterdam protestants als laatste Hollandse stad.